In onze uitzending zijn we vandaag op de oude Nieuw-Veenseweg. Daar woont namelijk de familie van Dongen, waar ik nu met binnen ben. Want ze zijn namelijk 65 jaar getrouwd, mevrouw van Dongen. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. Dat is nog wel een tijdje, 65 jaar. Ja, dat is zeer zeker. Ja, het gaat ongemerkt. Ja. Hoe heeft u uw man leren kennen? Op het ijs. Nou ja, van het ijs, kan ik wel zo zeggen. We konden allebei heel goed schaatsen rijden. En in de jaren 50... net zo'n beetje na de oorlog. Nou ja, zo is de lied ontstaan, denk ik. Ja, op het ijs dus. Waar was dat? Op de Langeraarse Plassen, want ik ben een Langeraarder. Een echte Langeraarse? Ja, een echte Langeraarder. Ja, ja. Zo'n 65 jaar geleden stapt u dus in het huwelijksbootje. Hoe lang ging daar aan verliefdheid aan vooraf? 3 jaar. Dus 68 jaar, kennen jullie elkaar? Nee, 65. Ja, ja, inderdaad. Ja. Inderdaad, dat heb je goed gezegd. Ja. Inderdaad, 68 jaar, ja. Wie heeft wie nou ten huwelijk gevraagd? Dat ging vroeger zo, je hebt een poosje verkering met elkaar en dan op een gegeven moment dan ga je een huis zoeken en dan praat je over trouwen. Nou, en dat is gebeurd in oktober 45, waaraan vooraf gegaan is dat mijn man 1,5 jaar in krijgsgevangenschap heb gezeten. In Duitsland. En toen kwam die in mei 44 kwam die thuis. 45 kwam hij thuis en toen zijn we in oktober 45 getrouwd. Omdat wij al voor de krijgsgevangenschap hadden al kennis. En toen hebben we natuurlijk steeds briefwisseling gehad met de krijgsgevangenen. Speciale brieven waren dat destijds. Nou ja, zo is het gegaan. Wel bijzonder, hè? Ja, het was zeker. Ja, ja. De liefde was zo heftig en zo goed dat het stand bleef houden. Ja, en het ergste was nog... vlak in 44, we hadden namelijk hier een buurman en die heette De Bleker. En toen had ik 3 maanden niks van hem gehoord, omdat hij was niet voor arbeidsinzet, maar voor krijgsgevangenen. En toen zei die buurman, die zei tegen me dat ik 3 maanden niks gehoord had. Hij zegt, nou dan weet je het zeker wel. Dat hij nog overleden was. Maar gelukkig was hij er nog. Hij is er nog steeds. Zo lang samen, lief en leed gedeeld. Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, we hebben namelijk die timmerfabriek gehad die hiernaast. Die heeft mijn man al die jaren, zelf is hij na de oorlog zo begonnen en van lieverlee opgewerkt. Nou, die hebben we in 1972 verkocht. En in 1945 zijn we zo'n beetje gestart toen hij thuis was met heel klein. Met broeiramen maken en dergelijke en meubeltjes maken. En van lieverlee is het nou een flinke fabriek geworden met 18 personeelsleden. Ja. Ik wil toch nog even teruggaan naar die trouwdag. Hoe zag hij eruit? Heel mooi. Heel mooi. Waar zijn we getrouwd, Jan? Weet jij het nog even? Oh, gewoon bij onze ouders thuis. Ja, zo ging dat vroeger. De hele woonkamer werd leeggehaald en daar was de bruiloft. En mijn man was enige zoon, dus van zijn kant had hij niet veel familie. En ik had, ik was de oudste van 10, dus wij hadden nogal een beetje... Maar ja, mijn jongste broer was toen maar een klein ventje van een jaar of 4. Waarom dacht u, dat vrouwtje wil ik nooit meer kwijt? Ja, dat ging automatisch zo. Je zag elkaar en je maakte trouwplannen. En op les zijn we toch maar getrouwd. Een dag om nooit te vergeten geworden ook, de trouwdag. Wat zegt u? Het is een dag om nooit te vergeten geworden. Nee, nooit te vergeten. Ja, we gingen introuwen bij mijn vader en moeder. En... ik was enige zoon, dus we hadden van huis uit een grote kamer. En dus zijn wij in de voorkamer gaan wonen. En dat huis was in tweeën gesplitst, een lange gang erin. En de ene kant woonden wij en de andere kant woonden mijn ouders. En dat is jaren goed gegaan? Ja, dat ging altijd goed. En nu 65 jaar later, nog steeds even gelukkig? Ja, zeker. Want we zijn 65 jaar getrouwd. Nou ja, en we hebben een mooi, heel mooi huis. Met alles erop en eraan, wat je maar denken kan. En dan geniet ik iedere dag genieten we daar nog van. Hè? En ik heb het zelf ontworpen en zelf getekend en zelf gebouwd. Zo kunstig was u. Ja, ik was te zeer. Ja, ja, ik was een grote kunstenaar hoor. U bent nog altijd op het mooiste plekje op aarde. Ja, ja, ja.
De gezondheid, is dat nog altijd positief? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik heb alleen een beetje een kwaad been. Ach. Kwaad been. Dat been is een kwaad been. En voor de rest, het eten en het drinken smaakt me goed. En ja, wat wil je nog meer? En we doen geen rare dingen. We maken ons niet helemaal dronken en zo. En dat gaat allemaal goed. Wat is nu het geheim om 65 jaar lang bij elkaar te blijven? Nou, iedere dag een lekker wijntje en genieten van het leven. We hebben de laatste jaren 2 keer in een jaar met vakantie geweest. Naar Oostenrijk, immer naar Oostenrijk en Zwitserland. Ieder 2 keer in een jaar. Wat trekt dat u zo? Zegt u? Wat vindt u zo mooi in Oostenrijk? Nou, de bergen. De bergen en de mentaliteit. De mentaliteit van de mensen, gemoedelijk. Ja, was ontzettend leuk altijd. We gingen er graag heen. En we gingen altijd naar dezelfde plaats in de winter. Want het ging langlaufen altijd. En in de zomer ook in dezelfde plaats. Dat we begonnen die mensen allemaal te leren kennen. En dat was juist het leuke ervan. Hè? Ze konden ons en wij konden hun. Heeft u nog meer gezamenlijke hobby's? Nee, ik handwerken doe ik graag. En verder niet. Het huisgezin samen. Alles samen. Het hele huis zelf gerund. En schoongehouden. Nee. Andere hobby's heb ik niet. Als handwerken. Kijk, ik heb daar een grammofoon staan. En later kon je die opnemen. Die platen allemaal. Wat voor muziekliefhebber bent u? Van welke muziek houdt u? Nou, gewoon van normale muziek. De volksmuziek. En operette. Operette muziek. Ik heb bijvoorbeeld een hele serie van Johann Strauss enzovoort. En James Last. Niet te vergeten James Last. Dat is mijn grootste kenner. James Last, ja. Daar ben ik geweldig van. Altijd van gehouden ook van die muziek? Ja. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan dat niet vertellen hoe dat is, maar ik vind dat mooie muziek. En er zit wat ritme in. Zijn er nog wensen na 65 jaar huwelijk? Wensen? Nee, geen wensen hebben we. Ik hoop dat ik nog lang blijf leven. Ja. Gewoon een wijntje op z'n tijd? Ja, iedere middag. Iedere middag hebben we wijn. En iedere avond een half glaasje wijn. Heeft u nog wensen na 65 jaar huwelijk? Nee, geen wensen. Nee. We hebben alles wat ons hartje begeert. En nou ja, uitgaan dat gaat niet meer met vakanties. We hebben een fijne auto. En een fijne wagen hebben we. Dus je komt nog eens ergens? We kunnen overal naartoe. Ja, waar we naartoe willen. Maar we geven ons niet meer op de grote weg. Nee. Dat doen we niet meer. De polderweggetjes hier allemaal. Maar niet meer op de grote weg. Maar je blijft lekker voorlopig hier nog zitten? Ja, zeker. Zolang het mogelijk is. Ik kan gelukkig alles nog doen. Ik loop nog goed en... En als er gewinkeld moet worden, blijft mijn man in de auto zitten en ik ga de winkel in. En u gaat shoppen? Ja, daar gaat ik shoppen. U gaat het geld uitgeven? Ja. Leuk toch? Zo'n mooi leven samen. Nou, zeker. Ja.